Veiligheid is zeer belangrijk tijdens de jaarwisseling en niet alleen in het verkeer. Welkom bij aflevering 4 van ATV Srivesta Countdown to Oruyari, het programma waar wij op zoek gaan naar waarom de decembermaand zo bijzonder is in ons land. Niet een ieder is aan het feesten in de decembermaand. Bepaalde instanties moeten zich voorbereiden op ongewenste calamiteiten. Ik praat met dokter Rodriguez van de spoedeisende hulp en zij gaat ons vertellen hoe zij allemaal te werk gaan in deze maand. Hoe gaat het met u? Goed, en met u? Goed, is de decembermaand is de feest, wat mag ik ook zo happy doen? We feesten in ons hart en we proberen de sfeer in te houden, ook al moeten we werken. Is de decembermaand de drukste periode van het jaar hier bij de spoedeisende hulp? Ja, dat klopt. Ja? Okay. Hoe gaan jullie om met ongewenste calamiteiten? Kijk, sowieso proberen we op de feestdagen meer personeel in te roosteren. We moeten het sowieso doen met het vast personeel dat we hebben. En daarnaast hebben we dus enkele part-timers die ons hier en daar uit helpen. Maar we komen er niet onderuit. We hebben sowieso nog niet een ideale bezetting qua artsen en ook niet qua verpleegkundigen. Zijn de statistieken van het jaar 2016 op 2017 bij vuurwerkgevallen al bekend? Ja, vorig jaar hadden we tot en met 1 januari 2017 hadden we 24 vuurwerkongevallen, waarvan de helft kinderen waren. Wat was het ergste geval? Als ik het goed heb, was het een oogletsel. Okay, wat raadt u de mensen aan om te doen tijdens deze feestmaand? Sowieso, als u drinkt, drink met mate. Ga niet achter het stuur zitten. Wees verdraagzaam in het verkeer. De bromfietsers bijvoorbeeld wil ik aanraden, draag een goede valhelm op, maak het vast. Want we weten allemaal dat de meeste verkeersslachtoffers, de meeste dode bromfietsers zijn. En als je met vuurwerk omgaat, draag een bril, gebruik een wierook. Hou kinderen zoveel als mogelijk weg van vuurwerk of wees als ouder erbij, zodat het veilig wordt afgeschoten. Het liefst gaan kinderen en vuurwerk niet samen, maar helaas gebeurt dat toch wel. In dat geval zou ik aanraden, let goed op uw kinderen. Mocht zich iets voordoen in het verkeer of tijdens een party, wat is de procedure als ik dus naar de spoedeisende hulp kom? Sowieso is er een triagesysteem en aan de hand van het letsel of ongeval of ziekte wordt bepaald wat voor code je krijgt. Helaas krijgen we nog heel veel huisartsengevallen hier die de SEH onnodig belasten. Daarnaast hebben we dus heel veel aanrijdingen, heel veel steekverwondingen de laatste tijd gezien en helaas ook nog veel mensen die met intoxicaties binnenkomen de laatste tijd. Als ik dus naar de spoedeisende hulp kom, kom ik dus rechtstreeks naar binnen. Ik meld me aan bij de wacht. Ik ga naar de balie en daar doe ik dus ik word eerst geregistreerd voor ik word opgeroepen. Bij de administratie wordt de registratie gedaan en daarna wordt u opgeroepen in de triagekamer. Er is een zuster daar die dus de hoofdklacht uitvraagt en aan de hand van de ernst krijgt u een code. Hoe kleiner het getal, hoe ernstiger het geval. Dus code 1 is levensbedreigend, die gaat rechtstreeks naar binnen. Code 2 zijn high-risk patiënten, dus mensen met een hoog risico om eigenlijk een code 1 te worden, zoals mensen met pijn op de borst. Die kunnen even wachten, maar niet te lang. En daarnaast heb je de mindere gevallen, code 3, 4 en 5. 4 en 5 zijn eigenlijk de gevallen die eigenlijk bij de huisarts moeten. Okay. Heeft u een boodschap voor de jaarwisseling? Sowieso zou ik zeggen om te beginnen om de druk op de SEH te verminderen, dat degene die naar de huisarts kunnen, maakt u gebruik van de wachtdienstregeling van de RGD, dat is op 147 te bereiken, van het SZF op 148. Daarnaast heb je nog huisartsenpraktijken zoals van het Academisch Ziekenhuis, van het RKZ, Joshua Medical Center, maakt u gebruik daarvan. Ook de huisartsen wil ik een beroep op hun doen om hun patiënten ook een beetje voor te lichten. Wanneer moet je naar de SEH en wanneer niet? We zijn namelijk de enige SEH in Groot Paramaribo. Wij kunnen geen patiënten stop toepassen, omdat we helaas de mensen nergens naartoe kunnen uitwijken. Maar we vragen wel als u komt naar de SEH, laat het echt nodig zijn dat het een spoedgeval is. En dan kunnen we u ook sneller helpen. Oké. Okay. Wat gaat u doen tijdens de jaarwisseling voor we afsluiten? Traditiegetrouw ben ik als leidinggevende 31 december op de werkvloer in de ochtend. En daarna ga ik het gewoon rustig aan doen. En heeft u het gehoord van dokter Rodriguez van de spoedeisende hulp. Op 31 december is zij aan het werk om natuurlijk u van dienst te zijn. We
praten met Deborah Arlout, bestuurslid van Surifesta, over de Pagara Estafette 31 december in de binnenstad. Deborah, alles goed met jou? Alles prima met mij. Het is bijna zover. Hoe zit het met de voorbereidingen? Het is bijna zover met de Parbo Pagara Prisiri in de Domineestraat. Er is een line-up bij Hotel Krasapolski en er is een line-up bij Dresscode. Voorlopig is het oké. De veiligheid voor die dag is ook heel erg belangrijk. We hebben extra stations gebouwd voor de EHBO. Er is een station bij Kerpalani. Er is een station bij Lamara. Er is een station bij Atifo. Dat komt van Galaxy uit. En er gaat EHBO personeel op de vloer zijn. We proberen nog een station te doen bij in het hotel zelf, in Krasnapolski zelf, maar dat is nog niet zeker. Maar in elk geval zijn er op 3 locaties al stations voor de EHBO en er zijn mensen die daar rondlopen. Oké, dat wil zeggen, als er iets zich voordoet, kunnen de mensen gewoon naar de station gaan? Als er iets zich voordoet, kunnen de mensen naar de station. Als er iets zich voordoet, kan men ook de mensen aanspreken die zo een uniform aan hebben. Het is 31 december, het is erg druk. De tijden zijn veranderd, er is een verandering. We gaan even hebben over de tijden en over wat verwachten we van de mensen op 31 december. Oké, het afschieten van de Pagara is om 1 uur, normaliter doen we het om 12 uur. Het afschieten van de Pagara is dit jaar om 1 uur. Wij starten bij Lucky Store, we schieten dan tot de Domineestraat en dan gaat het zich opsplitsen naar de Keizerstraat en naar de Steenbakkerijstraat. Waarom doen we dat? In opdracht of in aanmerking van de brandweer splitsen we het op, anders is de druk te groot van de mensen. Dus we gaan naar links en we gaan naar rechts. We hebben de kota gaat weer de oordopjes verdelen. En we vragen de mensen zelf om natuurlijk kinderen op te letten. Als er kleine kinderen zijn, we weten dat iedereen wil feesten. Een oma of een opa gaat niet oppassen. Maar hou de kinderen op je arm. Hou ze dicht bij je. Zet ze niet in een stootwagen. Want iedereen overrompelt die kinderen. Ze zijn zo klein, alle grote mensen om hun heen. Dus wees voorzichtig met je kinderen. En wees voorzichtig met wat je drinkt. Wees ook voorzichtig met wat men voor je verkoopt. Want dat is ook heel erg belangrijk. Wees voorzichtig met wat men voor je verkoopt. Hoe voorzichtig kan je daarmee zijn? Hoe let ik op? Ik bedoel van dat die fles gesloten is. Waarop moet ik letten? Hoe voorzichtig kan ik zijn? Liever niet met flessen. Ik snap dat bier en champagne kan je niet overschenken. Maar de whisky, de Campari, kan je wel overschenken in een plastic fles. Okay. En wees voorzichtig met wat men voor je verkoopt. Er zijn verschillende cocktails. Oh. En niet alle cocktails, alle mix van de cocktail, gaat samen met elkaar. De ene is een beetje zwaarder, de andere niet. Dus wees voorzichtig wat je koopt. En ben niet de hulk of ben niet de macho man en drink een heleboel. En dan weet je later niet eens wie je bent of waar je bent. Ja, dus in principe, als ik een cocktail koop, kan ik liever eerst vragen wat er allemaal in zit. Ja. Vraag eerst wat erin zit. Kan je er tegen? Hoe is je gesteldheid? Hoe zwaar kan je er tegen? Voordat je het gebruikt. Niet omdat jij cocktail drinkt, wil het zeggen dat ik ook een cocktail moet drinken. Het hangt er helemaal vanaf met de samenstelling van de cocktail. Vorig jaar hadden jullie dus aangegeven dat mensen ook voldoende water drinken op die dag. Omdat het verschilt elk jaar. Het kan zonnig zijn, maar ook de rook. Ook voor die rook. Water moet je sowieso bij je hebben. Reken niet op mensen die water hebben, maar heb zelf voor jezelf water bij je. In Suriname hebben we onze eigen Oruyari t-shirts en die haal je alleen bij Dresscode. We praten met Michael Ling, want hij is het brein achter dit concept. Michael, hoe gaat het met jou? Goed, met jou. Ben je al in de Oruyari sfeer? Ja, vanaf 1 december ben je zeker in de Oruyari sfeer. Je bent ver van tevoren begonnen met voorbereidingen naar december? Vanaf 2 januari, ja. Wauw, oké, dus vanaf 2 januari gelijk voorbereidingen treffen voor december. Oké, we hebben onze eigen Oruyari, onze eigen Surinaamse Oruyari t-shirt. We willen weten, hoe is dit allemaal begonnen? Van waar het idee met dit concept? Zo,
We zijn eigenlijk in het truitjesbedrukken business al. De dresscode bestaat eigenlijk al 10 jaar, dus de truitjes doen we al 7 tot 8 jaar. En we kregen heel veel klanten, we deden ook wat kleine oefeningetjes. En 6 jaar geleden had Krasnopolski ons benaderd, laten we creëren iets voor ons. En hij was oké, laten we een beetje meer brainstormen, laten we iets groter aanpakken. En hebben we een shirt gecreëerd en dat was gehyped. Samenwerking met Krasnopolski. En volgend jaar dacht ik van, weet je wat, laten we een pakketje van maken, een party pack, een bumble pack. Toen was het die grote. Ja, dat was jullie eerste bumble pack. Dat was onze eerste bumble pack en dat hadden we op heel gehyped, ja. Geslaagd. En zijn we elk jaar gaan verbeteren, een beetje innovatief worden, mm-hmm. Veranderen, nieuwe producten erin, that's it. En dit jaar gaan we dus met onze Oriari Festival t-shirt op deze manier over straat. Hoe ben je gekomen op dit idee? Wel, het was wel een grote stap voor ons om Oxomol te creëren. Want dat is voor het eerst. Beetje out of the box. Maar ja, dat zijn we wel bekend voor. Van, hey, laten we gewoon een beetje out of the box gaan. Mensen hebben jaarlijkse klaag. Waarom hier Oxomol zo heet, bla bla bla. Weet je wat, goede koekans. Hebben we Oxomol gemaakt. En om een jersey om een beetje luchtig te maken. Omdat Suriname best wel een tropisch land is. Hebben we een jersey gekozen, waarvan je eigenlijk een jersey stof, een beetje met veel gaten. En dat design was eigenlijk een jaar van tevoren al, van die flower prints. Ja. Is echt in, overal ter wereld, alle brands hadden kwam met de flower prints. Ja, waarom niet doen? En wij zijn toch de groenste land ter wereld, 94% groen. Zo, laten we Suriname even promoten en wij geloven hard in producten die eigenlijk de wereld opgaan, Suriname kan representeren. En dat is fashion. Als artiesten, sporters, fashion. Die zijn eigenlijk de ambassadeursproducten die eigenlijk Suriname kan representeren. En daarin zetten we heel veel tijd in onze design. Dan hebben we gekozen voor een groene Surinaam shirt. Okay, wat erg bijzonder is, vind ik tenminste, is de Faya Lobby. Waarom heb je dit geplaatst hier? Je mag hem even wegdrukken. Ja, gaan wegdrukken. Meneer Bobby Schenk kan ik later bellen. Yes. Waarom? Ja, het is niet aan weg te laten. Je kan de Faya Lobby niet weglaten, dus sowieso is het een must. Must. Het is gewoon een must. Faya Lobby is na Lobby Sawechari, zou je dat? Oké, tuurlijk. Faya Lobby na Lobby Sawechari. En wat wil jij bereiken met deze creatie, de Oriari t-shirts? Sowieso wat ik wil bereiken is, het moet een nationaal product worden. Ik denk dat we goed in de richting zijn, dat is al 5 jaar. Dat we zo'n pakket doen, ik durf niet te zeggen dat van mijn kant dat het nationaal is. Dat moet het volk zelf bepalen. Het is gegroeid, het moet gewoon een nationaal product worden van Suriname. Van, hey, de Oriari product, het is een toeristisch trekpleister. En het zijn merchandises die eigenlijk het hele festival moet ondersteunen. Met een veiligheidstip sluiten wij deze aflevering af. Het is dus aflevering 4 van ATV Srivesta Countdown to Oriari. Morgen de laatste aflevering, dat is aflevering 5. Na aflevering 4 nog 1 dag naar Oriari.